Welkom bij een nieuwe zomerse podcast. En blijkbaar vinden jullie het leuk dat we praten over dingen uit het verleden. Hoe we dingen doen, hoe we dingen aanpakken, hoe we naar dingen kijken. En dus dacht ik, misschien is het wel leuk om eens te gaan hebben over iets wat wij wekelijks doen. En dat is games testen. Gaan we nu al onze geheimen op tafel gooien, jee jee. Nou, niet alle geheimen, maar is dat anders geworden? Hoe test je zelf? En ik vind het ook wel leuk, omdat jij hebt ook aan de andere kant gezeten. Hoe ga jij dan weer om als Koos Moten jouw game van 2K volledig affakkelt? Ik bedoel, hoe wordt dat een beetje... Doen. Dan sta ik gewoon met een hakbel voor zijn deur. Nee, precies. Dus dat... Koos heeft nog nooit iets verkeerds durven zeggen over 2K. Ik weet wel over wie ik het zeggen. Ja, nee, precies. Dus daar was ik ook wel in geïnteresseerd. Ja, games testen. Waar kunnen we eigenlijk een beetje beginnen? Wat mensen vaak niet begrijpen is dat, laat ik het uitleggen. De uitzet die komt bij ons altijd donderdag als ik mijn best doe en anders vrijdag. En dan krijg je te horen welke games je gaat spelen. Dan zou je zeggen van waarom doe je dat niet eerder? Omdat ik vaak ook de codes niet weet. En ik weet ook niet, ik kan maar zoveel mensen inzetten. Ja, die poppetjes moeten bij elkaar passen. Ik kan natuurlijk wel als er een bepaalde game is die poppetje A echt heel goed kan. En dat is een belangrijke game. Dan moet ik ervoor zorgen dat die ook bij de games past die er dan ook nog bij komen. Dat is best wel een complex proces. Nou, Shelly, jij weet het als geen ander. Dat is best wel puzzelen. Dus die uitzet komt en dan krijgt Koos een mailtje. En Shelly krijgt in dit geval nu een mailtje van mij. En daar staat dan bij, oké, jij moet die game doen en die game. En of je hebt capture dienst. En dat betekent dat je ook de beelden erbij moet verzamelen. En dan heb je eigenlijk maar een paar dagen en soms ook een week als het wat langer kan. Wat vind jij het maximale wat je kan doen in een week? Hoe bedoel je, maximaal? Qua games. De hoeveelheid games? Ja. Ja, het verschilt heel erg per game. Want als het een gameplay game is, ja, dan kan je soms wel 3 in de week doen of zo. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar als het bijvoorbeeld een hele grote game is, zoals The Legend of Zelda, Diablo of Final Fantasy 16, ja, dan kan je maar 1 game doen. Ja. En dan is het nog buffelen. Want bij jou is dat ook zo? Nou, ik vind het vooral wel moeilijk om te schakelen dan snel. Mm-hmm. Want als je heel erg... Ik kan mezelf heel erg verliezen in een game. Vooral bijvoorbeeld een open wereld game. En als ik dan tussendoor... Oh ja, kut. Maar ik moet ook nog even deze kleine indie game gaan reviewen. Die misschien maar een paar uur van mijn tijd kost. Maar ja, dan is het toch alsnog moeilijk om dan uit die grote wereld te stappen. Om nog een andere game te reviewen. En dat kan soms wel lastig zijn. Ja. Ik kan me alleen nog wel herinneren. Want ik ben dus echt even in de krochten van de Game Kings archieven gedoken. Ja. Ik was natuurlijk ook ooit hoofdredacteur, dus ik zat in jouw situatie. En ik zag vooral dat ik mezelf wel altijd heel erg de games heb gegeven die ik ook daadwerkelijk leuk vond. Ja, nee, dat is een voordeel ervan. Ja. Dat is ook wel belangrijk, toch? Ja, nee, klopt inderdaad. Maar ja, het kan natuurlijk zo zijn dat als hoofdredacteur zijn en je krijgt gewoon games binnen die je gereviewd wil hebben. En ja, af en toe komt het dan voor van, hey Koos, hier heb je een game die misschien eigenlijk niet zo erg bij je past, maar ik heb even geen andere presentator. Ja. Nou ja, dat zijn wel de minste hoor, kan ik je vertellen. Ja, en ja, dan komen we eigenlijk ook altijd een beetje uit van de discussie die we best wel vaak om de oren krijgen. Kijk, wij geven geen cijfers bij GameKings. En we hebben ook altijd gezegd van, althans mijn filosofie is, je kan een game of entertainment of een film niet zonder je eigen smaak testen. Het kan gewoon, je kan je eigen smaak niet wegzetten. Nee. Ik geloof ook niet in want veel mensen zijn ook die mening toe bedeeld. Ja. Je moet het reviewen naar de hand van de doelgroep. Nee, ik kan alleen reviewen naar wat ik ervan vind. Ja. En misschien kan je je vinden in mijn mening en misschien totaal niet. Maar dat is voor mij de enige manier waarop je iets kan reviewen. Ja. Alleen je eigen mening. En dan is het soms best wel lastig om een game te spelen waar je niet zoveel mee hebt. En nogmaals, we zijn allemaal professioneel genoeg om er overheen te stappen. Maar het blijft toch... Ik denk dat mensen dat soms zich niet zo goed kunnen realiseren, dat je iets thuis gaat spelen wat je eigenlijk niet zo leuk vindt. Ja, dat is fucking weird. Ja, nou ja, vooral wij spelen alles in onze eigen tijd. Ja. Vanuit huis. Dus dat komt er ook nog bovenop. Kijk, en als het iets super vets is,
Ja, dan heb je daar geen probleem mee, want dan ging je toch al doen dat weekend. Ja. Maar op het moment dat het iets heel kuts is, voelt het alsof je strafwerk hebt gekregen of zo. Nee, het is want het is je vrije zaterdag en je zondag meestal waarop je die shit gaat spelen. En het is ook niet van, het is strafwerk wat je even in een uurtje afrolt. Nee. Je moet er wel echt in duiken om een soort goed beeld van een review te kunnen creëren. Dus dan ben je zo 5-6 uur lang achter elkaar iets aan het doen wat je gewoon helemaal niet leuk vindt. Ja, nee, en dat voelt wel heel erg tegenstrijdig. Ja, kijk, het is geen probleem omdat je ook de goede shit meekrijgt. Maar als je alleen maar dat zou hebben, nee, dan zou je dat niet dan volgen. Nee, nou ja, sowieso vind ik games testen. Jij zegt van, ik gaf mijzelf altijd de leukste games. Ik zal niet ontkennen dat ik het af en toe ook wil doen. Maar aan de andere kant, soms heb ik ook wel... Bijvoorbeeld Starfield is een game... Ik denk, iedereen bij ons wil hem spelen. Iedereen staat, ik. En ik heb zoiets van, ik liever niet. Want als ik een game heel vet vind... Games testen is, ik speel dan altijd toch met een soort van druk van tempo. Van fucking hell, weet je wel. Ik moet voortgaan, dus dan speel ik hem altijd een niveautje lager. Want dan ga ik er wat sneller doorheen. Je bent aan het rushen, weet je wel. Ah, fuck, klik weg die hele dialoog, want dat scheelt me gewoon weer tijd. Je bent bezig met capturen in je achterhoofd. Oh, fuck, dit is wel leuk om te capturen. Heb je dat ook? Dat als je een game echt leuk vindt, dat je het eigenlijk niet leuk vindt om te testen? Ja, heel erg. dat klinkt misschien heel scheef met wat we net zeiden. Maar het is inderdaad de shit die je echt heel vet vindt. Ja. Je bent ooit gamer geworden. Even wat water. water. Shelly wordt er emotioneel van. Je bent gaan gamen omdat je het echt heel vet vindt. Ja. En dus wil je daar echt van genieten. Maar als je iets moet reviewen... Je bent alleen maar aan het beuken. En je kan er niet van genieten. Zoals laatst, Final Fantasy 16. Die kregen we, denk ik, een week van tevoren of zo. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb het als een malle zitten spelen. Maar dan ram je door het verhaal heen. Je doet een paar sidequests om te kijken hoe dat in elkaar steekt. En vervolgens, je gaat alleen maar rammen om er doorheen te gaan. En vervolgens geniet je er niet heel erg van. Nee. En... ik vind dat minder erg wanneer we bijvoorbeeld een game op release krijgen. Want als ik het op release krijg, dan weet je toch al van... sommige mensen kunnen niet wachten, dus, die zitten ook niet per se... ik moet nu vandaag de review hebben of iets dergelijks. Maar dan ga ik het gewoon lekker streamen en dan neem ik mensen mee in die reis. En dan krijg ik ook vaak wat inzichten vanuit hun. Ja. En dan, zo had ik het nog niet bekeken. En dat vind ik dan wel weer een leuke manier om te ontdekken. Maar als het... een week van tevoren is dat we die code bijvoorbeeld krijgen. En er is een embargo, want dat is meestal dan wel zo. Ja. Ja, dan zit ik een week opgesloten, mag ik er niks over zeggen. En je geniet er niet zo van. Nee. Maar dat is het verschil tussen werk en plezier natuurlijk. Exact. En ik snap ook wel dat mensen dat niet zien of niet ervaren. Omdat, als jij een hardcore gamer bent en je denkt eraan van... Jezus, je krijgt al die games, kun je lekker spelen, weet je wel. En je hebt ze ook nog eens een week eerder dan ons. Weet je, hoe fucking breed is dat? Dat snap ik dat ook zo is. Maar het is niet alsof we als Starfield binnenkomt of Final Fantasy... dat we allemaal denken, oh, wat kut. Nee, dan is het, wow, hij is er, weet je wel. Maar dan vervolgens dat spelen... games testen is gewoon heel anders spelen. Want ik ben dan veel minder gefocust of ik het leuk vind dan echt letten op... ik zie hier bugs. Of weet je, schrijfboekje erbij. Heb je een schrijfboekje erbij? Soms wel inderdaad, om dingen bij te houden. We hebben hier geen autocue, dus sowieso al te veel opschrijven kan je ook niet. Want dan heb je allemaal lappen tekst hier. Maar ik probeer het wel na te gaan. Of dan ga ik toch kijken of andere mensen hier ook over iets hebben gezegd. Of dat er iets over te vinden is. Het is een hele rare manier van spelen die soms wel de lol ervan afhaalt. Zeker bij singleplay avonturen. Ja, dat vind ik ook wel. Dat is echt wel vervelend. Heb jij dat ook? Sorry, ik was er even uit, want ik stik in de woord. Zoals jullie hebben kunnen horen. Jij zegt van, ik bedeelde mij games toe die ik heel erg leuk vond. En nogmaals, ik hou echt... zoveel mogelijk rekening bij. En dat deed je ook altijd van... kijk, je kan, weet ik wel, je kan bij wijze van spreken wel Jelle en Steven FIFA geven. Maar dat slaat nergens op. Dat gebeurt niet zoveel. Dat als je echt iets heel leuks vindt... dat games testen op dat moment eigenlijk niet zo leuk is. Omdat je moet tempo maken. Je moet op allerlei dingen letten. In plaats van dat je gewoon lekker geniet van die wereld. Ja, ik had dat ook eigenlijk altijd wel een beetje met streamen bijvoorbeeld. Ja. Dan... wilde ik heel graag een game spelen, laten we zeggen een Zelda of een verhalende game vooral. En dan ging ik dat dus doen tijdens een stream, maar dan word je volledig afgeleid van wat je eigenlijk wil. En dat is gewoon die game spelen en daarvan genieten. En dat heb je inderdaad ook wel heel erg als je iets aan het reviewen bent.
Ik kan me nog herinneren dat ik bijvoorbeeld een Uncharted moest reviewen. Ja. Ja, dat is echt een van mijn favoriete franchises. Maar ja, dan moet je dat toch maar uitspelen voor de dag dat je daadwerkelijk die review moet gaan doen. Want je wil gewoon zo goed mogelijk beeld gevormd hebben van de game. Ja, en dan kan je dus wel het gevoel hebben dat je door iets heen rusht of dat je de game niet op een manier ervaart als dat je dat zal doen wanneer je niet aan het reviewen bent. Dus ja, ik kan, ja, soms zijn er games waarvan je dan denkt, wat jij net zegt over Starfield, van weet je jongens, gaan jullie dat maar lekker reviewen? En dan pak ik gewoon mijn tijd en dan... Ja, nou, kijk, het is natuurlijk best lastig. We krijgen een deel van de codes krijgen we vooraf. Hè. Meestal is het een week, twee weken is wel echt heel extreem. Ik bedoel, dat gebeurt. Op PlayStation gebeurt dat. Gebeurt het af en toe wel. Sommige partijen die willen ook dat je iets tekent. Nou, dat doen we meestal niet. Embargo wel, maar ik heb ook wel eens dingen gehad dat je bepaalde dingen dan niet mag zeggen en bepaalde dingen wel mag zeggen. Nou, daar houden we. Dat wordt gewoon heel erg lastig voor ons omdat we niet schrijven en het, weet je wel, we praten zomaar hupke en dan hebben we die fout gemaakt en dat zijn best nog wel pittige contractjes die je tekent. Dus af en toe moet het vrij snel. Maar als je gewoon wat meer tijd... Ja, over het algemeen is het gewoon 2-3 dagen om zo'n game te testen. En ja, dat is een hele andere manier van spelen. En daarmee komen we ook een beetje bij dat punt van... Kun je een game ook... en ik word er wel eens op aangevallen dat ik gewoon zeg van... Ik heb dit een paar uur gespeeld, vond ik het niet leuk, weet je wel. Dan zeg je met, ja, maar je moet doorspelen, weet je wel. En op een gegeven moment dan wordt het wel een keer leuk. Maar als ik na een paar uur spelen het niet leuk vind... dan weet ik ook, dan is die game niet goed opgebouwd. Die flow is niet goed. Waarom zou ik een game goed vinden die de eerste 10 uur tergend is... en dan bij het 11e uur wordt die opeens een stuk leuker? Ik bedoel, dan is die game toch niet goed in balans? Ja, dat is zeker iets wat je mee kan hebben, maar... Wat ik zeg, bij een gameplay game is het gewoon een gameplay loop. En ja, dan kan je 100 uur spelen. En dat kan je 2 uur spelen bij wijze van. Als je die gameplay loop door hebt, dan weet je wat het is. En dan kan je daar een oordeel over vellen. Bij verhalende games is het wel iets anders. Okay. Want daar kan het wel zijn. Ja, de eerste 5 uur komt heel traag op gang. Maar daarna, jongen, daarna is de shit... Ja, dat is bij een verhalende game wel heel erg belangrijk. Ja, nee, dat geef ik helemaal. Is dat ook iets waar je... Kon jij dat zien? Als toen je aan de 2K-kant zat, dat je dacht van ik zie hier een review en die gast of chick heeft niet heel lang doorgespeeld. Ja, nee, dat kan je wel herkennen. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat in het verleden heb ik ook wel echt eens games gereviewd en dat ik er gewoon net iets te weinig tijd in had gestoken, omdat ik er gewoon oprecht geen tijd voor had. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel iets waar je tegenaan kan lopen. Is niet heel netjes, maar dat kan voorkomen. Maar ja, soms zie je wel gewoon de grove fouten in reviews en dat ga je vooral zien wanneer mensen zeggen dingen gaan zeggen die echt niet waar zijn. Dus bijvoorbeeld is het een vervolg op een game. In de nieuwe editie zit een bepaalde gameplay, maar ken ik niet. Maar daar wordt dan wel over gepraat in de review, weet je wel. En dat zijn wel van die dingen dat je denkt van, hey, maar hier gaat iets mis. Pak jij of iemand anders binnen 2K dan de telefoon? Of ligt dat eraan hoe belangrijk dat platform is? Nou, het ligt er een beetje aan. Kijk, bij ons team was dan Dennis. Die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Die was de PR-manager, dus dat was wel meer zijn verantwoordelijkheid. Ik zat meer op de influencers, maar die maken niet echt reviews. Die doen let's plays en zo, dus daar kan niet per se heel veel fout mee gaan. Ik weet wel dat als er echt of iets heel erg doms werd gezegd... en dat ging dan ook vaak niet echt over de inhoud van de game... maar meer bijvoorbeeld over het label 2K. Van, er werd een grote aanname gemaakt van... het gaat niet goed met het bedrijf, bla bla bla. Of gewoon statements die echt niet klopten. Dan ging die wel even bellen. Ja, en hij heeft mij ook een keer gebeld. Ja, dus, ja nee, dat is gewoon iets wat wel kan gebeuren. Maar bij een review... Ja, dat komt niet heel snel voor, denk ik. Maar hoe... Maar... Ik vind het zo grappig, omdat je aan die... beide kanten. En je bent ook eerlijk genoeg om te zeggen van... Het is mij wel eens zo overkomen. Het is mij wel eens... Dat Dennis jou heeft gebeld. Nee. Dat iemand... Ik ga niet zeggen welke game of welke uitgever... Oh, mij heeft gezegd... Ik ben het niet eens met je review. Ja, maar ik vind het een ander verhaal om te zeggen... Ik ben het niet eens met je review. Want dan ga je het dus over iemands mening hebben. Ja. En dat kan je niet doen. Nee, maar dat vond ik ook zo ongemakkelijk daaraan. En ik had zoiets van... Ja,
Okay, maar dat is maar ook het... heel weird van, oké, okay, leuk dat je het niet met me eens bent, maar dit is wel mijn mening, dus je doet het er en ik heb mee. Het ook onderbouwd. Ja, je kan het er niet mee eens zijn, maar ja, oké. Okay. Het gaat om feitelijke onjuistheden. Maar wat denk je... Nee, daar ging je niet om. Ik ben het met Shelly eens van, bij Dennis in dat geval weet ik dat het... Het ging iets over die microtransaction NBA en dat had ik iets te ver doorgevoerd en toen belde hij me ook gewoon heel netjes hoor. Dan zegt hij van, hey, maar ik wil wel even laten weten dat ik dit niet zo tof vond en als je het niet weet, bel me dan gewoon. Ik vond het sowieso netjes dat hij dat deed. Ik zeg er dan wel eerlijk bij van, andere partijen hebben dat ook wel eens gedaan. Dan denk ik van, ja, maar als ik jou bel, dan krijg ik het verhaal van no comment of ik weet het niet, weet je. Ja. Het is soms ook niet zo makkelijk. Maar goed, ik snapte dat. En daar ben ik het wel mee eens. Als het een feitelijke onjuistheid is, dan vind ik het terecht dat een publisher jou dat even laat weten. Inderdaad, ik heb ook wel eens partijen gehad die daarover begonnen te zeggen. Ook heel belangrijk. Hoe kon je dat nou in hemelsnaam een slechte game? Het was een hartstikke goede game. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Want ik bedoel, op het moment dat je iets zegt wat feitelijk onjuist is, ja, dus niet een mening ding, maar feitelijk onjuist, dan is dat gewoon feedback en dat is een cadeautje en dan kan je ervoor kiezen om misschien bijvoorbeeld bij Brieven Maandag te zeggen, hey, ik had dit gezegd, blijkt toch iets anders te zitten. Mm-hmm. Dan geef je daar ook de ruimte voor om dat geven, maar ja, kritiek op een mening, dat vind ik zo weird. Maar ik denk ook wel dat een goede PR-manager, die moet ook wel nabellen bij dat soort fouten, want stel je voor, je hebt een GameKings-kijker en nou, GameKings is echt het enige platform waar hij al zijn informatie vandaan haalt. Ja, nee, tuurlijk. Als je dan zo'n fout maakt, dan nemen mensen dat dus ook wel echt aan als waarheid. Dus ja, ik denk zeker dat het goed is als PR-managers nabellen als er gewoon een echt goede fout in je review staat. Mm-hmm. Maar ik denk dat het over het algemeen niet heel vaak voorkomt. Nee. Dat is één keer ja, zo echt voorgekomen. Nee. Ja, goed. Getraumatiseerd voor het leven. Ja. Voor mij was het meer gewoon ongemak om te zeggen, ja, maar wat wil je nu? Maar weet je wat daar, want dat is ook wel weer een andere kant van het verhaal. Ja. Ja, ik heb aan veel games mogen werken bij 2K. En ook al waren het games waar ik niet altijd helemaal achter stond, of die voor mij persoonlijk, waar ik niet persoonlijk heel veel interesse in had. Ja. Zoals bijvoorbeeld een NBA 2K. Je bent daar wel een heel jaar mee bezig. Dus je gaat gewoon, hoe dan ook, houden van dat product. En je wil gewoon dat het goed loopt. Ja. En als dan mensen dus extreem negatief gaan zijn, of gewoon commentaar hebben wat niet klopt, foutieve informatie verkopen, ja, dan ga je daar wel aan irriteren. Dus ja, ik heb vaak ook wel discussies dan met Dennis gehad van, nou, kijk nou weer eens wat hier staat. En ja, dan ga je het er wel over hebben. En het, ja. Nee, op zich, wie weet is dat wel best wel een goede leerschool voor recensenten om een keer een maand mee te lopen met een publisher. Omdat je dan weet dat je er niet al te licht over moet denken. Ik bedoel, als ik kijk naar het verre verleden, dat was nog voordat jullie er waren, weet ik wel dat, ik ga gewoon geen namen noemen, want dat vind ik niet zo netjes, maar bepaalde mensen bij ons niet meer bepaalde games mochten spelen. Gewoon omdat, dan zei die publisher, dan doe ik niks meer met jullie. Omdat het te veel, en dat was dan wel puur op mening, maar kijk, het probleem bij ons, en dat bedoel ik met smaak, is van, en dat is ook het leuke van GameKings, is dat we soms een review doen, ik noem maar wat, Assassin's Creed vind ik een goed voorbeeld, waarbij die game, die roept bij ons hele verschillende meningen op. Er zijn mensen die het fucking wreed vinden en vinden mensen die zeggen, het is de meest afgekloven shit die er is. Ja. En, nou goed, we hebben nu toch het naampje een beetje genoemd, maar ze hebben toch geen kantoor meer in Nederland. Die partij vond zoiets van, ja, maar dat hele negatieve, dat slaagt nergens op. Het krijgt gemiddeld een 8,5 en dit. En dan denk ik van, maar dat maakt me dus echt geen ene reet uit dat het een 8,5 krijgt. Die persoon vindt het kut. Hij heeft daar een argumentatie voor, want hij vindt open wereld dit en dat en zo. Ja, maar dan moet hij die game niet spelen. Ik zeg, nee, er zijn ook heel veel mensen die naam hebben gehoord, die willen het misschien wel spelen. En die denken van, oké, maar dat persoon heeft mijn smaak. Ik wil weten wat hij over die game vindt ook. Dus die game moet ik in ieder geval niet kopen. Ik vind het ook altijd zwakte bot wanneer mensen zeggen, ja, maar kijk, dit is wat anderen ervan vinden. Ja, oké, maar ik ben er om te zitten te vertellen wat ik ervan vind. Niet wat anderen ervan mensen vinden. Mensen komen naar GameKings om te luisteren naar onze meningen. Dus dan, ja. Maar je hebt ook wel reviewers die het dan weer naar het extreme trekken. Want nou ja, dus een game komt uit, laten we zeggen, een Assassin's Creed. En het is een goeie. Ja. Je krijgt allemaal achten en negenen. En dan heb je dus ook altijd die websites. En dat vind ik dan altijd wel weer interessant. Die dan expres de shock review. Voor de clips, de shock reviews. Die dan een 3 gaan geven. Ja. En dan denk ik ook van,
Wat gaat er dan in je hoofd om? Is dat dan echt puur om dan eventjes heel veel bereik naar je website te trekken? En dat... Ik vind het moeilijk om te zeggen. Kijk, tuurlijk, voor sommigen is dat gewoon een soort van businessmodel. Van, dat doen we gewoon één keer in de zoveel tijd bij een gigantische titel. Want dan heeft iedereen het over ons. En laat ze maar lekker schelden. Maar slechte aandacht is nog steeds aandacht. En anderen denk ik gewoon... Het is gewoon een eigenwijze reviewer. Die wil expres... anders zijn. Maar ik vind er wel een verschil in zitten, want bij ons zijn er drie meningen, waarvan twee heel positief zijn en eentje die is negatief, waarbij je dus de mensen die fan zijn van SSG kunnen zeggen, ja, maar weet ik wel, die gast die lult altijd, maar laat hem lekker slap lullen. Daar staat gewoon een drie. Je staat voor een drie en dat slaat nergens op, want ik vind... Je moet wel kijken, laat ik het zo zeggen, jij bent ook hoofdredacteur geweest, in die zin van, als ik zie dat SSG bijvoorbeeld overal gemiddeld een 8,5 scoort en toevallig bij onze review alle drie vinden het echt super slecht, dan denk ik toch van, oké, wacht even. Dat doen we vaak uit onszelf. Maar misschien moeten we toch iemand anders erbij nemen die het wel tof vindt, want dit dus klopt niet helemaal. Voor het voor de discussie natuurlijk. Exact. Ik vind dat toch wel een verschil. En je hebt wel gelijk, hoor, want je hebt ook altijd van die sites die standaard alles een 10 geven. Een soort aandachttrakkerij. Maar dat vind ik dan weer slap. Want dan doe je het... Ik ga ervan uit dat iedereen hier een oprechte mening geeft. In plaats van, oké, laten we eens even shocken, weet je. Ja, en dan kom je wel voor natuurlijk al die lijstjes die ze dan op Twitter zetten. Van 10-10 van deze website, 10-10 van deze website. Maar heb je dan nooit eens gehad... Want dat is met ons wel gebeurd, en zeker in het verleden. Van, oké, maar dan ga ik hun gewoon nooit meer games geven. Fuck hun. Met die slappe 3 geven, omdat het stoer is. Ik denk dat is wel 100% wel gebeurd. Ja. Ik weet niet of dat persoonlijk niet vanuit mij. Maar kijk, als je een game gaat aankondigen of wanneer de reviewcodes komen, dan maak je van tevoren een strategie. Mm-hmm. En die strategie staat helemaal in het teken van ik wil zo positief mogelijke media coverage krijgen. Ja, dat is je werk ook. Dus dat is gewoon je werk. Dus van tevoren, als ik weet dat deze drie websites eigenlijk altijd zeiken over, laten we zeggen, NBA, dan gaan die niet van tevoren al een code krijgen. Die moeten wel maar gewoon wachten tot de game uitkomt. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets waar elke publisher gewoon over nadenkt. Ja. Heb jij al eerder een negatief artikel geschreven? Nou, dan wacht je maar even. Nee, absoluut. En daar hebben we zelf ook wel eens mee, nog steeds wel mee te maken met bepaalde partijen die waarbij ik dan gewoon de afspraak heb van als ik aan bepaalde dingen moet ondertekenen, allemaal ja, laten we dan lekker niet doen. Dan krijg ik hem wel op release. Dan kun ik tenminste vrij zijn er. En ik weet ook wel van andere uitgevers dat bijvoorbeeld de PR-mensen echt afgerekend werden op de reviewcijfers. Dus dan bijvoorbeeld de Metacritic. En als die dan bijvoorbeeld in een land anders was dan een ander land, dan werd hij daar weer van... Hey, ja, daar wordt zeker naar gekeken. Ik weet niet of je er per se echt op afgerekend wordt, maar het is wel iets wat besproken wordt. Ja. Hey, maar dat is fucking moeilijk. Hoe kan je nou journalisten of recensenten in de hand houden? Nou, maar het is natuurlijk wel een beetje, kijk, als over heel de wereld het gemiddelde van een game 75 is op Metacritic. En jij ligt er of 10 punten onder of 10 punten boven. Als je er boven ligt, is het van, hey, wat heb jij nou allemaal gedaan? Wat ben jij voor goede PR-manager? Hoe kan het nou dat jouw score zoveel hoger is? Ik heb ze mee uit zuipen genomen. Ja, precies. Ja. Maar oprecht, dat zijn wel dingen die gewoon kunnen bijdragen aan de positieve ervaring van een game. Als wij meegaan op een hele vette persstrip. Ik geloof nog steeds niet dat Yui die fucking Sonic Frontier zo fantastisch vond als hij niet op die trip was geweest. We zijn ook niet achterlijk, weet je. Ze nemen ons niet mee naar Hawaii omdat ze het leuk vinden om ons mee te nemen naar Hawaii voor Sonic. Ja. Nee, dat is om een bepaalde indruk te maken. En dat werkt gewoon. Dat werkt altijd, ja. Ja, nee, je moet wel echt een enorm grote zuurpruim zijn om niet in die flow te raken. Want het is zon en je lekker eet. En alle en mensen, gezelligheid. En dan vind je die game net eventjes ietsje toffer dan als je hem thuis krijgt. Ja, maar ook een soort van... Ik heb het idee dat ze daarmee ook een soort van... schuldgevoel bij je. Maar ik kan er niet afvikken. Ik bedoel, kijk hoe ik ben behandeld. Ah, het zit op een randje. Het is gewoon echt een beetje omkopen. Want jij weet ook donders goed van... Hey, ik ben nu op de vetste perstrip van mijn leven geweest. Dat wil ik volgende keer weer doen. Als ik nu gewoon in ieder geval een soort van positief ben. Ja. En dat is niet iets wat je, denk ik, altijd heel bewust doet. Maar ook ergens in je onderbewustzijn. Nee, het is gewoon wat met alles wat we doen als mens, waaronder reviewen, je wordt gewoon van alle kanten wel beïnvloed door bepaalde dingen. En maar het is de manier waar je ermee omgaat. En ik denk dat wij wel duidelijk laten zien van, en ook wel zeggen van, dit is eigenlijk gewoon insane wat we hier allemaal aan het meemaken zijn. Ja. En daardoor ook laten zien van, jongens, we zijn ook gewoon
Hey, dude, als jij in mijn plaats was, dan had je het ook vet gevonden. Weet je, we zijn gewoon kleine kleuters op snoepreizen. Kijk, je hebt natuurlijk ook die hele. Ik ben wel eens op trips geweest en dan. Eurogamer is een voorbeeld van iemand die op een gegeven moment ook zeiden van we gaan wel mee op trip, maar we betalen de vliegticket zelf en dit. En die gasten mochten dus inderdaad. Ja, we gaan nu uit eten. Ik kan niet meegaan, want het mag niet, weet je. En die ging dan zelf naar, weet ik veel, zelf wat halen op zijn hotelkamer. Ja, dan denk ik van. Ja. Als je jezelf zo serieus neemt, want dan ben ik objectief, dan denk ik van, ik geloof daar niet in, man. En bij een review vind ik wat anders. Review moet gewoon echt objectief zijn, maar een preview, het verheugen op. Ik acht onze kijkers wel in staat om de lol die Yui heeft in Hawaii daar een beetje in mee te nemen, dat hij die game dan wel maar leuker het is vindt. Ook, maar het is niet eens alleen op publisher trips, het is ook op de E3. De helft van de games die we daar zien, omdat ze op zo'n groot scherm op een persconferentie voor ons worden uitgezonden, zien ze er 80 keer vetter uit dan wanneer jij op je tv'tje aan het meekijken bent. En wij komen zo naar buiten gelopen, dit is het vetste ooit, maar vervolgens blijkt het een gigantische kutgame te zijn. Dit is ook wel lastig. Zeg maar, wat je zegt, met op E3 bijvoorbeeld, je gaat behind closed doors en je gaat daar een game spelen, helemaal fucking kut. Echt helemaal kut. Je komt eruit lopen. Je gaat een stand-up opnemen van... Oké, wat vond je ervan? En dan staat de PR-manager er zo bij. Ja. Dat is wat moeilijk om te zeggen. Ja, wat ik nu heb gezegd is helemaal kut. Vergeet dit. Streep het door. Maar dat was altijd makkelijk bij Dennis. Want die kon niks zeggen. Hoe bedoel je? Dennis heeft het zelf ook gedaan. Dus dat was altijd wel cool met hem. En nogmaals, bijna de meeste publishers... Dat is het vervelende van vandaag de dag. Al die publishers, die kantoren zijn gesloten. En met al die mensen hadden wij gewoon best wel een goede band. Mensen kennen ons. Je drinkt er eens een borreltje mee. Ik snap dat het voor hun belangrijk is dat ze goede cijfers krijgen. Er was wel een soort van fairheid. Nu met die PR-bureaus en wordt het opeens een heel ander verhaal. Die kennen je niet meer. En dan krijg je van die vragen dat ik denk van ja, maar dude, zo werken wij niet. Dennis snapte altijd. Hartstikke goed. En eigenlijk ook Onno van Rockstar. Al die mensen snapten donders goed van... Als het niet goed was, het waren zelf ook allemaal gamers. Dan wisten ze echt wel... Ik heb nog nooit meegemaakt... een paar keer heb ik het meegemaakt in het verleden... Dat iemand ging beweren dat het een goede game was... En ik er gewoon achterkwam, maar heb je het überhaupt wel gespeeld? Maar je hebt weet ook je wel eens dus... dat PR-managers... Dat is ook wel eens voorgekomen bij games bij 2K... En waarschijnlijk ook wel bij andere publishers... Dat je eigenlijk de hele tijd ook vanuit het bedrijf het idee krijgt van... Oké, dit wordt echt een fucking goede game. Ja. Ze laten je super toffe trailers zien, maar je speelt hem ook niet. Eigenlijk word jij van tevoren ook een beetje in die market... marketingbaan gehouden. Ja. En dan komt hij uit en dan blijkt het opeens tegen te vallen. En daar kan je ook als PR-manager zijnde, of als je überhaupt in marketing of communicatie werkt, kan je daar ook best wel van schrikken. Van, ja, oh, ik heb hier echt met heel veel liefde iets lopen verkopen en het is gewoon niet wat het is. Nee. En ja, dat kan teleurstellend werken. Dat lijkt mij inderdaad vrij terg. Maar in hoeverre laat jij smaak meewegen in jouw eindoordeel? Heel erg. Wat het is mijn smaak, dus dat heeft 100% invloed op hoe ik de game ervaar. En wat je kan soms iets objectief gezien, gameplay technisch gezien, iets niet heel erg sterk vinden, maar omdat het helemaal in jouw straatje is, kan je het nog steeds vet vinden. Ja, en we zeggen nooit, we geven geen cijfer. Onze conclusie is altijd uitgebreid, dus je kan dat ook toelichten. Nee, dat speelt zeker wel een grote rol. Ja. En bij jou ook? Ja, nee, jij probeert er natuurlijk wel... Kijk, ik heb echt wel eens op een gegeven moment... Ik was natuurlijk van de shooters. Dus dan moest ik best wel vaak shooters reviewen. En een van die shooters was dan op een gegeven moment Sniper Elite of zo. Ja, ja. En dat is echt alles wat ik niet leuk vind. Ja. Het stealthy, te lang wachten. Maar ja, je moet wel die game reviewen. Dus je moet ergens wel een beetje naast je neerleggen van... Oké, dit is niet wat ik normaal gesproken zou spelen. En kijken naar puur gameplay en of dat wel of niet goed is. Maar ik zal altijd erbij zeggen van dit is gewoon niet mijn... Ik vind het heel belangrijk dat je gewoon vanuit je eigen mening moet gaan praten. En niet naar een doelgroep, wat ik op het begin ook al zei... probeer toe te redeneren of denken van... Ja, maar ik denk dat andere mensen dit wel heel vet gaan vinden, want... Daardoor maak je ook je eigen baan als reviewer heel erg moeilijk. Simpelweg hoe ik reviews ervaar. Ik weet gewoon, met deze persoon op het internet, precies mijn smaak. Als hij iets vet vindt, dan weet ik dat. Als hij iedereen naar de mond zou praten of iedere genre. Ja, dat kan ik niet maar van hem op aan. Maar je kan soms toch wel, als speel je een game die niet jouw smaak is, kan je nog wel waarderen of in ieder geval inzien dat er bepaalde dingen... Maar dan benoem je dat. Ja. Maar daarom zeg ik ook, van bij de conclusie. Onze conclusie is niet, ja, 10...
Of een 5. Nee, het is... Ja, er zit dit en dit en dit in. Maar ik vind het persoonlijk niet zo heel erg tof. Maar het is wel redelijk goed uitgewerkt. En ik... Maar ik vind dat altijd... Met Sniper Elite, ik vind dat dan wordt het een beetje een soort... Kijk, ik ben heel erg blij dat we met elkaar die constructie hebben bedacht... van we doen het met meerdere mensen. Want dan, want met Sniper Elite... Laat ik het gewoon vragen. Ik bedoel, wat voor cijfer zou je zo'n game dan kunnen geven? Want als jij zegt wat jij zegt, namelijk van... Ja, ik vind er zelf eigenlijk helemaal geen hol aan, maar... Het ziet er wel leuk uit en ja, het werkt in principe wel. 7.3. Ik heb 4 gegeven. Ja, maar daarom geef je... Maar dan is je smaak. Het, weet je wat het... Ja, dat is dus je smaak, maar het maakt het dus ook een tergende ervaring. En dat kan dus lastig zijn met reviewen. Ja. Dat je dus tegen je zin 5-6 uur iets moet gaan spelen waar je geen zin in hebt. Ik vind dus dat je dat jouw eerlijke mening is en dat je dat dus moet zeggen. Maar daarom geef je geen cijfer. Ja. Omdat je met het cijfer 4 de hele nuance plat slaat. Ja. Wat de meeste mensen... Die kijken dan, heel veel mensen, wanneer ze review checken alleen het cijfer. Ja. Die willen alleen weer, oké, hoe hoog is het? Oh, 4, helemaal kut. Maar misschien is jouw toelichting juist, oké, ik vind het helemaal kut, maar dit en dit en dit zitten wel allemaal in. Ja. Nou ja, goed, ik heb dan iets van Sniper Elite heb ik zelf ook een keer gespeeld. Na 3 uur ben ik er klaar mee, want ik weet echt wel van... Het gaat niet opeens dat hij zegt van oké, weg mijn Sniper Gum, ik ga gewoon Call of Duty spelen. Het is Sniper en ik vind het niet leuk, weet je. Het is te traag, het is te ter... En dan zeggen soms wel eens, mensen wel eens, ja, dan moet je er niet bij zitten. Maar ik denk juist dat het belangrijk is voor het volledige plaat. Kijk, als ik 3 mensen daar zou neerzetten die alle 3 hetzelfde denken, namelijk ja, ik hou niet van Sniper shit, dus het is kut. Dat klopt niet, maar op het moment als je Boris, die vindt het wel leuk, Daan, die vindt het heel erg leuk... 1 gast die het juist helemaal niet leuk vindt. En 1 iemand die is een noob, die zoiets heeft. Ik wil het een keer uitproberen. Eigenlijk ook wel geinig. Dan heb je tenminste dat scala aan zoals gamers denken. Namelijk of je vindt het wel leuk of je vindt het niet leuk. Want daar draait het bij een game. Kijk, een game die echt slecht is, technisch gezien, die vinden we allemaal slecht. Daar geloof ik heilig in. Een game die vol met bugs zit, zegt iedereen van het is geen goede game. Maar die worden niet zo heel veel meer gemaakt. Ja? Ja, oké, die live server dingen. Juist de laatste tijd is heel erg veel. Nou ja, goed. Maar ik denk ook misschien dat we nu bij GameKings... Ik heb het idee dat we vroeger wel echt veel meer reviews deden. En dat had er ook mee te maken dat we en ook nog een tv-programma ernaast maken. En we hadden gewoon... 12 man op de redactie hadden. Ja, er waren altijd veel meer presentatoren om ook daadwerkelijk games te spelen. Dus... Dan werden er ook veel meer kutgames gereviewd. En nu en Dennis vond kies jij geweldig, gewoon trouwens, de games uit die relevant zijn. Ja, en dan had je altijd Dennis die het wel leuk vond. Maar ja, we reviewen ook gewoon veel minder. Nee, en dat begrijpen mensen natuurlijk ook niet. Ik bedoel, alle sites doen 1 iemand doet 1 game. En een andere doet 1 game. En dan kan je 12 games doen omdat ze 12 mensen hebben. Maar wij moeten steeds 3 mensen bij elkaar zetten. Dus je moet veel meer games spelen. En nogmaals, wat Koos ook al zei. Je kan gewoon niet in 1 week 2 of 3 games... gaan testen, want je moet ze namelijk ook door elkaar heen testen. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat kan bijvoorbeeld bij een race game en een verhalende game kan het. Want dan, maar is het gewoon werk. En, en dat is niet erg, want het is ook ons werk. Maar ik bedoel, het is niet altijd het romantische... Oh, wat zijn we zielig. Nee, maar ik bedoel, het is alleen maar te zeggen... Ja, ik probeer juist te zeggen dat het niet klaag is. Maar gewoon, soms is het werk. Ja, dat is toch niet zo heel erg. Heel veel mensen romantiseren heel erg. Oh, je bent gamejournalist. Je bent de hele dag alleen maar games aan het spelen. Ah, nee, dat niet. Maar als het een op kantoor spelen we nooit. Nee, absoluut. En als het een vette game is, dan is het ook zeker niet erg, maar een middelmatige game of een game die tegenvalt is echt niet zo leuk. Want in het echt had je waarschijnlijk gezegd, Jesus Christ, terug naar de winkel, weet je wel, terugverkopen. Of, nou, ik heb er nu echt geen zin in, ik ga wat leuks doen. Ja, dat kan dus niet. Dus dan zit je het door te spelen en dan wordt het in één keer gewoon echt ploeteren en werken. Ja. Terwijl je vriendin andere leuke dingen zit te doen, je appjes krijgt van, hey, ga je vanavond mee naar de film? Nee, ik moet fucking deze... maar dat zijn de lusten en de lasten, weet je wel. Dus we doen heel vet werk, maar dat zit ook af en toe dat werk als werk voelt. Ja, nou, dat heeft iedereen toch? Is game testen ook anders geworden door de tijd en in de zin van... 10 jaar geleden hadden we heel veel singleplay games en hadden we wel wat multiplay games. Maar dan was het over het algemeen 6 maps die je dan 100 keer kon spelen. En vandaag heb je al die live server shit. Waarvan je gewoon... reviews zijn wel echt veranderd, ja. Want ten eerste, heel veel games komen die niet af zijn. Ja. We krijgen roadmaps aan content die over een hele lange periode eraan moet zitten te komen. En dan, dat is een belofte. Dan weet je ook nooit of dat helemaal tot wasdom komt natuurlijk. En toekomstige patches. Ook, ja. Vooral bij PC-games is dat nu, en trouwens ook wel console, is dat ook wel een hot issue. Daar hebben we dit jaar ook al een aantal voorbeelden van gehad. Ja,
Lijkt me ook heel moeilijk als je PR doet met die day one patch allemaal. En dan krijg je altijd die mailtje van, je moet nog wel even hierop leren. En op dag 1 komt dit en dit er nog bij. Daar moet je even rekening mee houden in je review. Maar ja, ja, volgens mij als wij games hadden in ieder geval bij 2K, dan... Het gebeurt niet vaak bij jullie. Nou, dan stuurden we de game pas uit op het moment dat het samenviel met die patch. Omdat anders wordt het dus gewoon te veel uitleggen. En dat begrijpen mensen niet. En dat ga je dan ook terugzien in de reviews. Ja, maar het gebeurt ook wel eens. Dan heb je een game ruim van tevoren. En dan is het, oké, let op, dit is een wat oudere beeld, jongens. Maar hier heb je hem al 2 weken van tevoren. Ga er los mee en shit. Maar let wel op, dit zijn de problemen. Day one patch gaat die allemaal oplossen. En nou, je hebt je review gemaakt, weet je wel. Neem dat mee in je overweging. En is het niet zo. En dan is het niet zo, weet je wel. Dan ben je dus eigenlijk een beetje voorgelopen. Ja, ja. Maar dat is dus een beetje het spelletje van... vroeger was een game, en dan heb ik het echt over vroeger, dat was de game. Er kon niks meer aan veranderd worden. En nu met die patches, de laatste, het zal zijn 5, 6, 7 jaar, weet je het gewoon niet. En zie je ook, zeker met microtransactions, dat is nog een andere lading. Heel vaak is de store nog niet open. Gran Turismo, weet je wel, die in één keer gewoon allerlei prijzen dragen. Heleboel dingen die je niet weet. Na launch in één keer de economie op de schop gooit, zeg maar. Ja. Maar hetzelfde is met Cyberpunk, weet je wel. Daar kregen we vanuit de uitgever ook alleen een PC-code. En achteraf was het heel duidelijk waarom. Ja, want we vroegen consolecodes, kregen we niet, konden we niet krijgen. We konden alleen PC-code krijgen. Maar ik weet ook wel en vaak... En de consoleversie was onspeelbaar. Ik vind dat ook een soort een vorm van misleiding. Dat is zeker waar, maar het is vaak ook wel makkelijker om PC-codes uit te sturen. Zeker, ja. Vooral als de game nog niet uit is, dan is het heel erg ingewikkeld om de game dus al speelbaar te krijgen op launch, console. Toch? Ja, op launch krijg je ze dan op de console... Nee, de PC-versie kregen we volgens mij ook. Ja, heel af en toe dan wordt het wel echt scammy inderdaad. Dat ze gewoon een bepaalde versie gewoon niet geven. En dat je dan letterlijk daarna erachter komt waarom dat zo is. Exact, ja. Dat is ook echt dingen van de laatste tijd. Waar in mijn herinnering, misschien heb ik het ook weggestopt of ben ik het vergeten. Maar ik heb de laatste tijd wel dat er wat meer trucjes wordt gespeeld. Waarbij ik niet PR of marketing de schuld wil geven. Want over het algemeen, die mensen weten dat ook niet. Dat is echt... higher echelon. Het gaat natuurlijk ook om fucking veel geld, weet je wel. En dat weten ze donders goed. Dat is ook waarom wij heel veel, zeker live service games, niet met launch de review doen, maar gewoon even 2 weken later, want of een week later, want pas als het online gaat, zeker als het een multiplayer game, als het online belangrijk is, dan weet je pas dan wat er gaat gebeuren. Want ik weet nog, Call of Duty was vroeger altijd, ging je 2 dagen ergens in een hotel zitten of zo, en dan kon je die game 2 dagen spelen. En dan liep hij als een zonnetje, weet je wel. Tuurlijk. Ja, er was een lannetje, weet je wel. En dan gaat hij online en dan... Oh, lekker dat jullie dat dan niet in het cijfer hebben meegenomen. Ja, nee, wij speelden hem niet online. Daar heb ik ook wel van geleerd. Vind serverproblemen, dat vind ik dan nog wel wat... weer losstaan van echt problemen heel erg in de gameplay. Want die worden vaak... in de meeste gevallen nog vrij snel opgelost. Mm-hmm. Dat heeft er gewoon mee te maken dat er te veel mensen tegelijkertijd willen spelen natuurlijk. Ja. Maar het draagt wel bij aan... Kijk, mensen verheugen zich op iets, weet je wel. Zeker bij die grote games. Je bedoelt Starfield, Call of Duty, Zelda. De maanden leef je daar naartoe en dan heb je die game... en dan kan je hem de eerste 1,5 week niet spelen omdat die shit niet werkt, weet je. Dan kan ik me... Ik weet niet of... Daarom ben ik blij. Dus wederom dat cijfer. Het hoort niet in het cijfer. Maar het hoort wel in de review als soort van mening van... En die is bij ons vrij consistent. Ga gewoon even nog niks pre-orderen. En wacht gewoon. Als je onzeker bent, maar wacht... Maar pre-orderen maakt vandaag de dag geen sens. Ja, wacht gewoon. Vroeger was het gewoon... Ja, er waren gewoon een gelimiteerd aantal fysieke copies. Ja. GTA 5 kan me nog wel goed herinneren op PlayStation 3. Met Big Hood, toen we dat verkochten. En wij hadden volgens mij de grootste voorraad zelfs van Nederland op dat moment. Ja, dat is ook gewoon uitverkocht op een gegeven moment. Ja. En mensen die hem toen nog wilden hebben, moesten 2 weken dergelijks nog wachten voor de volgende batch. Of allemaal niet meer digitaal. Maar dat is niet meer. Nee. En ze proberen het nog wel heel erg met die pre-order content. Maar ook dat is vaak niet echt interessant genoeg. Dat je denkt, ik ga nu al van tevoren... Maar het mag ook niet interessant genoeg zijn, want dan breekt het de game. Dus het is altijd iets lafjes en dan... Ja, mensen trappen dat toch weer in. Plus het is levensgevaarlijk. Hè? Want met Diablo heb je volgens mij gezien dat je dan bij pre-orders vandaag... dan krijg je early access 3 dagen eerder online spelen... en dan werken de servers niet. En dan denk ik wel van, heb ik daarvoor betaald? Weet je wel, van hoe kut is dat dan? En dan krijg je achteraf een paar coins of weet ik allemaal wat. Ze snijden zich ook wel vaak in de vingers. Ik vind voor GTA vind ik wel een leuk voorbeeld van...
In hoeverre smaak en vibe in een review ook je eindoordeel over een game kan beïnvloeden. Want bijvoorbeeld GTA, die kreeg hele hoge cijfers, terwijl die game was zeker bij release best wel buggy. En GTA Online was helemaal buggy, weet je. En toch wordt het er niet op afgestraft. Ik maak wel eens een grapje over Zelda, van het is altijd een team. Terwijl er ook zeker wel iets op aan te merken valt. Heb je soms wel eens als de game qua environment zo vet en mooi en leuk is, dat je dan dat soort dingen minder zwaar laat tellen dan in een game waar je smaaktechnisch wat minder mee hebt? Ja. Ja, ja, want ik kan me GTA Online, kan ik me dus nog heel goed herinneren. Want dat ging ik heel veel spelen met mijn vrienden. Toen ik net uit was, nou werd je volgens mij om de 5 minuten werd je uit de server getiefd. Ja. Maar alsnog heb ik het daar heel erg naar mijn zin gehad. En ergens, ik moet ook een beetje denken aan Overwatch, was dat. Dan, je staat dan in de rij om er weer in te komen. En ik weet dat het tergend is. En het zou niet zo moeten zijn. Maar het kan toch ook een soort spannend momentje zijn. Dat je met al je vrienden... Oké, we zitten er weer bijna in. En dan gaan we weer spelen. En het klinkt heel stom. Want dat is natuurlijk niet de ervaring die je wil hebben van een game. Maar dan alsnog kan het leuk zijn of zo. Ja. Ja. Nee, ik weet van een hele discussie toen tijd over van je kon in GTA, je kon door muren heen lopen en er zaten glitches in en al dat soort dingen. En toch krijgt de cijfer overal een 10. Zou jij zelf, geloof jij in een 10 voor een game? Ja. Ja? Nou ja, ik geloof wel bijvoorbeeld Zelda Breath of the Wild, die zou ik altijd een 10 geven, omdat dat voor mij een perfecte game is. Oké. En nee, niet omdat die 100% perfect is en er zitten echt wel foutjes in, maar in mijn beeld van het ideale totaalbeeld van een game, dat is het dan gewoon. En dan als ik cijfers zou geven, dan zou dat voor mij een 10 zijn. Ja, en jij Koos? Ja, Tears of the Kingdom, wat ik zei. Ik vind het denk ik de beste game ooit gemaakt. Mm-hmm. En er valt genoeg op aan te merken. Maar het doet niks eraan af dat het voor mij nog steeds misschien wel de beste game ooit gemaakt is. Het is natuurlijk wel apart. Er valt genoeg op aan te merken, maar het is de beste game ooit. Maar het gaat om de beleving. Ja, nee. Kijk, het is niet een heel specifiek lijstje wat punten geeft. Geen wiskundige som. Nee, en dan komt er een formule. Nee, dat is het niet. Het is gewoon, hoe is de ervaring? Mm-hmm. De ervaring blaast alle minpunten weg. Dus ja, oké, ze zijn er, maar hebben niet zo'n grote invloed op je totaalervaring. Nee. Ja, ook weer natuurlijk weer een voorbeeld hoe smaak en beleving zo ontzettend belangrijk is. Want, als je maar toelicht. Ja. Want dan kan je erover, kunnen vallen, ja. Ik zit ook te denken, heb je ooit wel eens reviews gedaan? Heb je ooit wel spijt van een review gehad? Nee, volgens mij niet. Denk ik niet, nee. Nou ja, goed. Ik kom natuurlijk altijd met Shenmue, wat ik ooit een 7 heb gegeven, omdat ik die game volkomen niet begreep. Maar toen was ik ook nog vrij jong. Althans, jong in de zin van, ik ben 5e of 6e review. En die hadden ze nooit aan mij moeten geven. En ik geef dan inderdaad voor de puur het cijfer erover. En dan word ik op de dag van vandaag nog mij achtervolgd natuurlijk. Ja, maar op dat moment was dat jouw mening? Dus ik heb die halve game heb ik niet. Ik heb het wel gespeeld, maar ik heb zoveel elementen heb ik niet meegepakt. Ik vind het niet eens heel controversieel. Ik ken zoveel mensen die Shenmue boring as fuck vinden. Nee, maar ja, dan zeggen ze, ja, dan mag jij die game niet reviewen. Wat ik sens vind maken als je er een cijfer aan geeft als 1, maar in onze optiek is het dus belangrijk. Maar wie mag er nou bepalen of wij wel of niet een review mogen maken? Het is wel een punt, want kijk, en dat is de reden waarom wij met meerdere mensen een review doen. Want het is heel belangrijk om te weten van, als iemand is van, ja, ik kan me heel erg vinden in de smaak van JJ. Ik ben wel benieuwd wat jij van Shenmue vindt. Kijk, en als dat de enige stem is van de review, en het is toevallig niet je ding, dan is dat kut. Ik was wel de enige in de wereld, Daarom bij Gamekings is het, proberen we altijd mensen van verschillende perspectieven te benaderen. En dan heb je nog een discussie. En dan kan jouw conclusie nog steeds zijn, is kut. En dan weet iemand die volledig in jouw smaak ligt, oké, die is niet voor mij. Maar misschien vindt Boris het fucking hard. En dan weet iemand anders dat ook. Ja, dat is mijn ding. En heb je dat dan ook van met games die heel complex zijn? Bijvoorbeeld, ik weet nog wel, XCOM was zo'n game, weet je wel. Van is een dat turn-based, weet je. Dat is echt een dingetje. Dat vind je leuk. Of dat vind je helemaal niks. Ja, die heb ik ooit nog gereviewd. Ja, precies. Ja. En laatst had je er ook eentje bij 2K in jouw periode ook nog. Ja, klopt. En dat is zo'n moeilijke game. Ja, omdat, die was vet. Het is een heel specifiek genre. Game. En daar weet je al, niet alle media en zeker die niet. Die was wel heel vet. Ja, dat zeg ik. Ja. Sorry. Nou ja, maar zeker, jij deed influencers. Nou, dan is het helemaal moeilijk. Want en ik zag je af en toe wel, zo'n tweet van, heeft iemand zin om deze game? En dan bij bepaalde games zag ik dan 36 comments en bij anderen maar 1.
dat is nou weer zo'n niche game. Ja, ga daar maar eens journalisten voor vinden die het A, leuk vinden en B, het genre ook begrijpen. Ja, die zijn er dus wel echt. Ja. Ja, 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 we hadden dan altijd een paar mensen die echt heel erg in die strategy games zaten. Boris is daar eentje van, ja, zeker, toevallig. Zeker. Dus die weet je wat te vinden. Met influencers was het lastiger, want dat is ook vooral heel erg in Nederland hoor. De game influencers hier, die zijn vrij, die spelen heel veel games die gewoon populair zijn. En XCOM Let's Play in het Nederlands gaat op geen enkel kanaal heel erg veel views halen. Nee. Maar ja, mensen komen wel naar een GameKings om daar informatie van te halen. Maar ja, ik denk dat we voor elke titel die we bij 2K uitbrachten, was er wel iemand waar we bij terecht konden. Hetzelfde met de NBA games. Daar hadden we wel een paar fans van zitten. Ja, sommige dingen zijn specifiek. Ik weet vroeger dat toen ik bij Power Limited zat, toen ik was een van de laatste erbij en dan kreeg ik altijd de fucking Flight Sims. Want niemand wilde dat en dan was ik als laatste lulletje, dan ga jij de Flight Sims. En hoe ik daarmee heb lopen worstelen om dat überhaupt nog gereviewd te krijgen. Sommige games zijn ook echt fucking complex. De Baldur's Gate 3 vind ik ook, het is een hele diepe game. Omdat de review is echt, sommige games zijn best wel makkelijk om te reviewen. Ik bedoel, ik vind, ja, moet ik even een voorbeeld. Een Among Us of zo lijkt me niet zo heel moeilijk om te reviewen. Of zeg nou, dat lijkt me juist wel lastig. Omdat het een game is waar je ook weer heel erg afhankelijk bent van andere mensen. Maar wat vind jij het lastigste om te reviewen? Afgezien van smaak. Ja, games die gewoon heel erg groot en lang zijn. Ja. En waarbij je dus eigenlijk niet genoeg tijd hebt om hem helemaal uit te spelen. En dan heb je nu wel gewoon de review in process, noemen we dat. Progress, ja. Ja, in process. Hetzelfde. Ja. Maar even denken. Ja, ik heb dus wel een keer een XCOM moeten reviewen. XCOM 2 was dat en die kwam toen naar de consoles voor de eerste keer. En ik heb die review toen met Boris gedaan en toen had ik wel echt het idee van oké, ik heb eigenlijk geen idee waar ik nou over praat. De strategy games, dan hou die maar een beetje bij me weg. Terwijl ik bijvoorbeeld nu Midnight Suns, waar ik het net over had, en ook Fire Emblem, vind ik wel heel erg tof. En dat is eigenlijk ook een beetje XCOM-achtig. Ja, ja, zeker. Dus tegenwoordig speel ik wel gewoon strategy games. Ja, ja. Ja, maar XCOM kan me niet boeien. Maar Marvel Midnight Suns, ja, dat vond ik weer fucking fantastisch. Ik vind multiplayer games ook echt fucking lastig om te reviewen. Ten eerste omdat de servers vaak nog niet open zijn. En als ze dan wel open zijn, je eigenlijk pas na een maand, anderhalve maand, echt ziet waar de balans zit. Weet je, want je moet eerst alle wapens vrijspelen. Je moet een keuze maken. Call of Duty kan bijvoorbeeld heel kut zijn in het begin als je niet het toffe wapen hebt gevonden. Terwijl het later wel. En dan gaan ze patchen en nerven. Eigenlijk zijn die games nooit af. En ik vind dat wel, ja, best wel lastig van, ja, ben ik nou dan heel slecht of is de andere heel goed? Of ben ik nou heel goed en de andere? Ik word blijer, ik vind een game vetter in multiplayer als ik het heel goed kan. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het heel goed kan of dat die game gewoon niet zo goed in balans is. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb dat bij NBA 2K. Ik vind basketbal super vet. Ja. Het ziet er fantastisch uit. Ik kan er geen flikker van. Nee. en daardoor vind ik het heel moeilijk reviewen, want ik zie de kwaliteit, maar NBA is inderdaad echt een hele lastige game om je hebt er echt veel tijd voor nodig om überhaupt het een beetje in de vingers te krijgen. En dan ook nog eens een keer Madden is al helemaal ondoenlijk. Ik review nooit meer Madden. Ten eerste omdat de doelgroep niet zo groot is in Nederland. Maar die game is nog veel moeilijker dan NBA. Ik bedoel, we zijn niet opgegroeid met die shit. Dus nee. Ga het maar eens uitzoeken om dat te vinden. Iets als Destiny, hoe doe je dat dan? Want dat is ook vaak, ja, er gebeuren allerlei dingen. Ja, een seizoen is een seizoen. Ik wou dat zeggen, ja, dat kan niet. We hebben gewoon een grote release, die heb je. Ja. Dat is een campaign. De campaign, ja, die kan je meestal wel 10 uurtjes uitspelen. Soms nog wel een stuk korter. Maar, en daarop baseer je het. En je weet wat nu de nieuwe situatie is. Daar kan je wat over zeggen. Maar wat er in de komende weken en maanden gaat komen. Ja. Ja, het is lastig, ja. Wanneer review je het liefst? 'S avonds, 's nachts, overdag? Ligt aan wanneer ik tijd heb. Het liefst stream ik de games die ik review. Ja. Vind ik gewoon een hele chille manier om die game te ontdekken. Ik speel ook heel vaak in de ochtend. Ja. Echt heel vroeg in dat de ochtend. Natuurlijk niet als we een game een week eerder krijgen.
Nee, daarom, dat zei ik ook, ja, op het begin. Daar baal ik van dan bijvoorbeeld. Ja, precies. Je vraagt ook altijd, wanneer is het streamembargo? Ja, maar superweg, daar kan ik er heel veel uren in stoppen. Ja. En dan, ja, ik vind dat een toffe manier van een review. Want vooral kijkers, die wijzen nog wel eens op dingen waar je zelf niet over hebt nagedacht. Ja. En daar wordt de review alleen maar beter van. En je langste review sessie? Heb je wel eens gewoon echt de hele nacht doorgehaald met één game, gewoon omdat het ook gewoon vet was, omdat je er helemaal in zat. Voor een review, voor plezier kan ik het ook begrijpen hoor, maar gewoon voor een review. Ja. Ja, ik heb hier regelmatig toch? Dat ik, kleine oogjes. Ja, dat maandag, dan ben ik 5 uur of 6 uur de ochtend nog even opgestaan, omdat ik nog even een paar uur eruit moet rammen en even nog wat beelden wil capturen. Ja, het komt wel voor. En jij? Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, want ik heb sinds ik weer terug ben bij GameKings, heb ik nog helemaal geen games gereviewd. Helemaal niks? Nee, geen één. Nee, klopt. En daarvoor, ja, dat is nu alweer 5 jaar geleden. Dus ik kan het niet meer. Nou ja, misschien kan ik wel helemaal, misschien moet ik straks een review doen en dan komt er geen zinnig woord uit, word ik gelijk weer ontslagen. Zou zomaar kunnen. Nee, ja, ik weet het echt niet. Nee, nou ja, het moet ongetwijfeld avonden en weekenden en nachten zijn. Ja. Omdat overdag zat je op kantoor. Nou, soms speelde ik ook nog wel eens wat in jouw tijden. Ik had het idee dat er op het oude kantoor nog wel vaker ook echt, ja, gewoon op het kantoor zelf. Maar er een gamehoekje ook staan, ja, weet je wel. Ja. Maar ja, je gaat er toch ook weer niet 4 uur lang zitten gamen. Vaak werd er wel, Dennis deed er wel even testen van wat het is en werkt het allemaal. Zeker in het begin moest je ook nog wel een keertje die schijfjes testen, hè? Want dan had je van die debug schijfjes. Ik wilde of net PC zeggen, nu kun je lekker makkelijk je code installeren. Ja. Maar soms was je verplicht om op de redactie te spelen. Want dan weet ik nog wel, met de Witcher 3 kregen we die binnen. Ja. En die Witcher 3 die konden we echt alleen op dat debug apparaat spelen. En dan kwam Steven, kwam dat dan ophalen. Maar dan iemand anders moet hem ook nog spelen. Dus dan moet je dat debug apparaat weer terugbrengen. En dat was zo'n gedoe. Die ook Nintendo DS, dat apparaat wat we daarvoor hadden. Die dus is ligt. Kijk, daar ligt die. Oh, nachtmerries krijg ik ervan. En hoe heet het? Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, stel al dat je geen code kan krijgen. Ze hebben tegenwoordig ook gewoon streaming. Weet je wel? Ubisoft doet dat heel vaak. Van ja, dat is nog pre-build. Kun je geen code toesturen. Maar hier, je kan gewoon streamen. Maar man, ja, ik heb zo vaak. Ik ben dan echt uit de code tijd. Jij was volgens mij meer uit de schrijfjestijd nog, dacht ik. Dan krijg je altijd zo van een mailtje van deze game is over 2 dagen hebben we de codes, wil je code hebben? En dan, bij ons is het altijd, we willen altijd 2 codes hebben, want we doen met meerdere mensen tegelijk en dan vragen ze welk platform wil je dan? En is eigenlijk altijd PlayStation 5 en dat is het meest gevraagde platform vaak. Dus als je de Xbox bij doet, dan kun je meestal nog wel eentje extra krijgen. En dan vervolgens krijg je dus inderdaad zo'n stukje Excel. En hoe vaak wel niet, omdat het in het weekend is, zitten we te spelen en dan installeer je die game en staat er this code has been used, weet je. En dan moet je fucking hell de PR-medewerker weer gaan appen of bellen, terwijl die ook vrij heeft. Want ja, heb je een code voor me? Ja, maar dat komt echt gewoon omdat het is gewoon maar heel simpel. Hoe kan simpel. Het fout? Is dat, het is gewoon simpel copy-paste werk en dan maak je de balk, maak je geel van die code heb ik uitgestuurd. Soms vergeet iemand die balk geel te maken. Nee, of die, weet je, dat soort stomme dingen. Nou, je selecteert gewoon één code. Ik voelde mij op een gegeven moment een keer bezwaard, want ik had echt bij uitgever, ik wil een game code al gebruikt. Ik zei, hey man, mag ik een nieuwe code? Ja, maar ook 2 dagen later of zo, omdat ik pas 2 dagen later die code probeerde. Hey, heb je een nieuwe code voor mij? Oh, ja, raar. Ja, hier man, veel plezier. Code gebruikt. Ja, ik heb het over 2 of 3 keer. En ik nog een keer, deze is ook gebruikt. Gelukkig allemaal screenshots, maar maak ik er gewoon van. Maar op een gegeven moment, ik had 4 keer een gebruikte code. Ja, ik denk echt van, die guy denkt dat ik gewoon alleen maar codes aan het farmen ben om aan andere mensen te geven. Waarschijnlijk bij elkaar zit er ook nog iemand anders in zijn Excel. Weet je wel? Als je het niet goed bijhoudt, dan krijg je dat soort shit inderdaad. Ja. Want hoeveel codes krijg je nou van een game in Nederland? Nou, dat verschilt heel erg. Kijk, je hebt preview sessies en daar krijg je echt een bepaald aantal codes weinig, voor. Ja. Voor de review mocht ik gewoon zoveel codes aanvragen als dat ik wilde, maar dat komt wel uit je budget. Dus, zie je? Oh, okay. Ja, dus je moet wel een beetje rekening mee houden van oké, ik kan nu 1000 codes aanvragen, want dan heb ik er maar 1000. Maar dat moet je wel gewoon betalen. Oh, Jesus. Dus je gaat gewoon rekenen van oké, deze game, nou, ik verwacht gewoon dat ik daar zoveel codes voor nodig ga hebben. En op die manier vraag je dan dat aan. Oh wauw, ik wist niet dat gekoppeld was, joh. En dat doe je dan een paar maanden van tevoren vaak.
Ja, want een code kost natuurlijk niks. Het zijn cijfertjes en dat unlock dan een game. Maar ja, oké, okay, feitelijk zien ze dat ook als een verkochte game, als het ware. Een beetje. Oké, okay, dat is wel echt wel... Ja, ik heb altijd geprobeerd van, als je nou gewoon random shit intoetst, weet je wel, kan je dan niet toevallig ergens een code van krijgen. Maar dat zo makkelijk werkt dat blijkbaar ook weer niet. Dus, zeker niet. Nee, ze houden gewoon alles bij. Ja, oké. Okay, ik heb nog wel één ding wat ik echt schijt irritant vind met reviewen. Ja. Als ze maar één code krijgen. En, zeker. En wij zijn met meerdere reviewers. Dan moeten we met meerdere man of vrouw op natuurlijk. GameKings account. Op dat vind ik verschrikkelijk. Echt. Ook al is mijn favoriete game, heb ik zo, laat maar zitten. Ik hoef er niet per se bij te zitten. Ik zit er wel bij, maar... Het kutte is met PlayStation, dan zit je te spelen en dan opent iemand anders die game en dan word je er weer uitgeflikkerd. Ja. Maar nu snap ik hem, want ik had altijd zoiets van, er zijn een aantal partijen waarvan we één code krijgen. Bij hoog en laag, wat we ook proberen, één code. De 90% die snapt GameKings, twee, soms drie codes, weet je wel. Prima. En er zijn er een paar partijen die doen één code. En ik dacht van, wat maakt dat nou uit? Als dat dus inderdaad uit een budget komt, ja, dan zijn er toch gewoon een paar net even wat meer cheap ass, die gewoon echt zeggen van, oké, okay, maar dat is het maximale wat ik eraan uitgeef. En meer niet. En dan denk ik, ja, oké. Okay. En ik denk dat er ook wordt gekeken naar het grootte van een land. En bij ons was dat nooit heel erg strikt. Maar ik ken een aantal publishers die veel strikter zijn in heel veel dingen dan dat 2K maar ooit was. Het is toch ik kan marketing. Me dan voorstellen dat ze zeggen van oké, in Nederland krijg je maar zoveel codes en daar doe je het maar mee. Maar wij konden ook heel makkelijk, als ze op waren, altijd wel weer bijvragen. Nee, ja, bij sommige partijen snap ik niet helemaal denken van ja, het is toch ook allemaal gewoon marketing. Het is extra expo. Ja, bij ons is dan niet extra omdat het twee codes zijn, maar je weet het gewoon. Ja, nee, maar inderdaad, dan krijgen we inderdaad, dan moeten we een schemaatje maken van oké, skate overdag en dan Koos 's avonds. En ik zie de frustratie in zijn ogen. Maar gewoon ook omdat ik heb Koos wel eens weggedrukt. Ja, maar ook gewoon omdat ik dan weet van, moet ik straks op mijn eigen account weer helemaal opnieuw beginnen. Ook dat ik ga de game niet uitspelen op een ander account, weet je wel. Dat is een goeie. Ja, maar nee. Dat is gewoon de gamer in mij, weet je wel. Dat wil ik op mijn eigen account hebben. Onpraktisch. Ja. En dan trek je automatisch alweer een puntje af bij de review. Ja, twee. Nee, nou, je gelijk. Ja, nee. Ja, kinderachtig. Je wil echt inderdaad die shit wel op je eigen account hebben. Want anders kan je hem niet meer doorspelen. Of later als de DLC bijkomt. Of de Season Pass en dat soort dingen allemaal. Ja, nee, dat is onhandig inderdaad. Ja, nou, tegenwoordig doen we dan ook één review en één iemand die vragen stelt. Het is ook best wel... Het is ook weer een bijkomend probleem. We krijgen dus soms ook te weinig codes, waardoor we dus ook nog gefragmenteerd moeten spelen. Dus, maar goed, het is niet allemaal wat jullie rekening mee moeten houden. Jullie willen gewoon een goede review. Ik vind het een mooi verhaal. Review dus. Ja, ik heb dus nog een vraag. Jij hebt nog een vraag. Ik heb nog een vraag. Weten jullie nog wat je allereerste review of preview was? Ja. Nee. NBA... Echt niet? Nee, dat weet ik niet meer. NBA 96 of 97. Dat was mijn proof review. Jezus, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja. Bij GameKings? Ja. Of gewoon überhaupt? Nee, überhaupt. Waar zat jij voor GameKings dan? Ik had mijn eigen gaming website. Hoe heette dat? Gamesforever.nl heette dat. Staat het nog online? Nee, dat staat al lang niet meer. Toen was ik echt 13 of zo. 13, 14. En ik denk dat mijn allereerste review Super Mario Sunshine is geweest. Oh, hele goede game ook gelijk. Ja, Ach, je heel graag Ik was de GameCube guy. Dus ik deed alle GameCube. Maar weet jij het dan nog, Shelly? Nou ja, ik heb dus net even in de GameKings archieven gekeken. Okay. En het is wel grappig, want mijn allereerste item op GameKings was een preview. Ja. En dat was van Borderlands de pre-sequel, samen met Dennis. Hey. En kijk eens waar ik uiteindelijk ben gaan werken. Oh, dit was een vooropgezend plan. Maar dat was één grote conspiracy. Het was één grote conspiracy, maar ik schrok me wel echt dood van hoe ik er daaruit zag. Ja, dat is bizar om jezelf 9 jaar geleden, of bijna 10 jaar is het. Ja. Ik heb wel mijn eerste item van GameKings, dat is Brief op Maandag. Dat weet ik wel. Maar de eerste review... Ja, nee, normaliter zouden we dat... zetten we niemand die nieuw is bij een review neer. Want dan, dat is gewoon ook niet eerlijk voor dat persoon. Daarvoor had ik wel alleen bij livestreams gezeten. Je had wel, ik heb wel veel bij livestreams gezeten al daarvoor. Voordat ik überhaupt bij GameKings zat natuurlijk. Jij liep ook stage. Ja, klopt. Ja, oké, precies. Want dat is the way to go bij ons is inderdaad stage. Omdat je dan een beetje ons leert kennen. De vibe en de scene. We zijn een familie. Weet je, we moeten kunnen hangen. Als we niet kunnen hangen, hoe kan je best weten of je met iemand kan hangen? Nee. Half jaar mee opgeschreven zitten. En zuipen in livestreams werkt ook heel erg goed. Maar het is natuurlijk heel logisch dat we iemand niet vanuit het niks zomaar laten reviewen. Omdat als je niet weet wat voor een character het is, past het niet binnen GameKings. Dus vandaar bouwen we het een beetje op en dan... Dat was wel een beetje gebeurd bij mij hoor.
Volgens ja, maar mij... voor die tijd hadden we het er nog niet zo over. Nee. Vandaag de dag, bijvoorbeeld met Jasper ook, Yui, eerst een paar keer einde van de week, een keertje, gewoon van die bubble items en dan gaan we een review doen. En dan eerst ook bijvoorbeeld, kan je deze nog doen, weet je, dat je een beetje laat zien wat voor smaak die heeft, zodat mensen het een beetje kunnen plaatsen en dan lukt het allemaal wel. Maar jij zat nog net in een andere fase. Dennis weet ik ook nog wel. Ja, die kwam gewoon niet uit zijn woorden bij zijn eerste review gewoon. Maar dat, ja, we wilden een nieuwe presentator erbij en die konden we niet vinden. En ja, toen was Dennis de stagiair van, nou oké, dat is ook wel een grappige gast. En hij heeft dat toen opgepikt. Shelly idem dito, ook vanuit stage erbij gekomen. Ik heb ook nog wel eens gehad, toen moesten we nog reviews opnemen voor tv-afleveringen. En ik weet niet of jullie dit wel eens hebben gehad. Dennis had dan dat hij niet uit zijn woorden kon komen. Maar ik weet niet wat mij overkwam. Dat was voor The Sims en ik kreeg een slappe lach. En dat hield dan niet meer op. Nee, dat... Maar daar kan je gewoon geen item opnemen. Ah, tv dat was ik niet... kloten, want dat was 3 minuten. Dus de essentie moest... Ik bedoel, nu proberen we op YouTube, de open video's proberen we 10 minuten te houden. Nou, dat lukt ook al nooit. En dan premium kun je kakelen wat je wil. Maar tv moest in 3 minuten. Dan kan je wel een uur lang lullen. Maar dan moest iemand het helemaal in elkaar knippen. Dus dat moest veel meer to the point. Ik had sowieso het idee dat de reviews vroeger wel iets meer ingekaderd waren dan dat ze nu zijn. Dat zou best kunnen. Ik weet... Ja... Maar het moest ook wel, omdat je het moet kunnen knippen. Ja, ja, het moest geëdit worden. Dus dat was het tempo wat erachter zat. Was gewoon veel lastig. En ja, nu is dat gewoon wat anders. Ik moet ook nog wel zeggen, nog even aan de hand van het voorbeeld van jouw Call of Duty review event. Dat had ik bijvoorbeeld wel met Star Wars Battlefront 2. Ja. Daar hebben wij een review evenement gehad. Waarbij Jelle en ik naar Zweden moesten om die game te spelen en te testen. 3 dagen lang of zo was dat. En daar zat niks van monetization in. Niks, weet je wel. En die game is verpest door alle monetization en dergelijke die er bij launch in. Zat er allemaal niet in. Nee. En wij gingen gewoon 3 dagen lang alles van die game checken en spelen. En het was super vet. En ja, dan zit je daar je mening te geven over. Terwijl de meest glaring, zeg maar de roze olifant in de kamer... Ja. Hebben wij niet gezien, niet meegemaakt. Ja. Ja, dat voelt ook een beetje smerig dan. Nee, dat is ook zo. Ik vond die Call of Duty events vond ik echt een van de hoogtepunten in mijn recente leven. Je bedoel, fucking in zo'n hotel. Dan had je eigenlijk echt een mooie suite met een bed. En er stond een Xbox of een PlayStation en een groot scherm. En dan ging je daar de campaign spelen. Maar dat is toch zo... Waarom doet niemand het meer? Want het is zo'n simpele manier om iemand en in een hele comfortabele positie te brengen. Waarbij ze gewoon lekker echt alleen maar focus hebben op je game. Niks anders, geen prikkels van buitenaf. Nee, dan ging je naar beneden toe. Als je dan multiplayer ging je naar beneden toe, dan stonden gewoon 2 LANs. En er was altijd wel iemand 24 uur per dag. Er stond eten bij, drinken bij. En je speelde 2 dagen. En je hypte elkaar ook op. Heb je dat gezien? Oh, fucking hell. Dan moet ik dat ook nog zien, weet je wel. Eén keertje ook voor Call of Duty moest ik naar Londen. Ja. Voor 2 potjes Call of Duty. Ja, dat is kut, ja. We gingen naar Londen. Met Rick was ik daar natuurlijk. En... We gingen naar die plek toe. Ik heb 2 potjes Black Ops gespeeld. Ja. En voor de rest gingen we de stad maar in. En om 6 uur vlogen. Kijk, daar ga ik namelijk nog... Het gebeurt ook wel eens dat games niet werken. Wanneer je aan niet mee. Nou, laatst is er weer eentje afgelast omdat ze niet werken kregen. Maar daar ga ik een aparte podcast over maken. Want ook hier... ik heb zo vaak meegemaakt dat de Nederlandse PR-medewerkers... ook niet wisten wat daar ging gebeuren. En eigenlijk net zo kut vonden. Dat je helemaal naar Engeland moet... Want jij moet iedereen meenemen en entertainen. We gaan die game spelen. En dan kom je eraan en dan 10 minuten een filmpje en mag 5 minuten spelen en up terug naar het vliegveld. En die PR-medewerker staat ook van oh fuck. Ik vond het overigens wel ook heel erg leuk om te doen altijd, die evenementjes. Mensen meenemen in plaats van dat jij zelf de persoon bent die meegaat. Gewoon lekker mensen mee op pad nemen. Okay. Zorgen dat je van tevoren een leuk restaurant hebt uitgezocht. Ook echt oprecht je best doen om dus zo goed mogelijk te PR'en. Dat is een vak apart wat dat betreft. De meest heel veel alcohol is. Dat werkt altijd. Ja. Shotjes inderdaad. Behalve als je Jasper mee hebt. Die heeft toen trouwens ook wel gedronken. Oh, okay. Jasper die drinkt niet meer omdat hij inderdaad een tijd lang te veel gedronken heeft. Maar... Ja, en omdat hij toen met mij op trip zoveel heeft gedronken dat hij er gelijk ook klaar mee was. Oh, oké. Okay. Nee, ik weet nog wel, de meest bizarre reviews qua omgeving waren altijd die van GTA. En dat kwam gewoon, dat sowieso mocht niet iedereen hem reviewen. Dus dat was echt de grotere mening. Nou, daar behoorden wij dan bij. Ook Rockstar sponsorde volgens mij GameKings ook altijd. Maar dat was echt in Nederland, in een hotel. Dan een aantal kamers. Er werd echt dan 3 dagen.
de mensen van Rockstar waren erbij. Die bleven de hele dag in die kamer zitten. Mm. Dan speelde je tot, weet ik veel, s'avonds ging je eten. En dan daarna ging je dan wel naar huis of je bleef slapen. Maar dan moest diegene van Rockstar, die moest de CD werd dan uit de PlayStation gehaald. Die moest naar zijn kamer. Ja, maar serieus, ze waren zo bang dat die shit gelekt werd. En dat was heel raar. Het is niet oké om te reviewen terwijl iemand de hele tijd meekijkt. Maar ook wanneer, dat is wat ik ook dus zei, wanneer je stand-upje opneemt vanaf de E3-beurs of whatever, weet je wel, en je moet even je mening geven over de game. Ja, dat is gewoon, het is awkward als iemand erbij gaat en zitten staan en aan de dag gaat zitten luisteren. Inmiddels we helemaal geen Nederlandse PR-mensen meer hebben. Nee, dat dan makkelijk. Kan je heerlijk lopen zeiken. Ik begrijp ook wel de belangen van zo'n GTA, weet je wel, tegenwoordig. Het gaat zo snel. Ze zijn al gehackt, weet je. Je ziet wat voor een impact dat heeft. Ik snap ook wel, dat is het grootste bewaarde geheim. Starfield gaat dat ook krijgen, weet je wel. Iedereen wil iets van die game. Want als je daar iets een screenshot van kan posten of een filmpje, dan heb je meteen heel veel kliks op je TikTok-kanaal of whatever. Maar dat was bizar. Ik heb dat één keer mogen doen. Een boor zet al een keer mogen doen. En dan inderdaad dat hij dan die gast moest dan dat schuifje meenemen. Dat moest dan onder zijn kus ongeveer. Want hij moest altijd bij zijn. Hij mocht ook niet zijn kamer verlaten zonder dat schuifje daar, weet je. Dat soort shit. Het is echt in fucking zijn. Maar goed, reviews. Binnenkort doen we gewoon weer een andere podcast. Sowieso nog zomerpodcast. Maar ook podcast over dingen uit het verleden. Hoe we bijvoorbeeld naar de preview trips en de trips. Daar vallen nog heel veel leuke dingen over te vertellen.